Sportservice Nijmegen en NEC Doelbewust organiseerden dinsdag voor de derde keer de Special Day. Dit is een jaarlijks terugkerende sportdag voor kinderen met een beperking. Vandaag hebben we de Special Day at NEC. Dat is een sportdag voor het speciaal onderwijs. Waar we eigenlijk verenigingen uitnodigen om zichzelf te presenteren. Dat kinderen uit speciaal onderwijs ook terecht kunnen bij sportverenigingen. Het doel is eigenlijk om te laten zien wat voor sporten er allemaal zijn. Misschien dat sommige kinderen nog niet alle sporten kennen die er zijn. En wat er eigenlijk mogelijk is in Nijmegen op het sportgebied. Of rondom Nijmegen. Dus eigenlijk is het doel om verenigingen kenbaar te maken aan de leerlingen. Kijk, sporten is gezond. We proberen natuurlijk iedereen te stimuleren om te gaan sporten. En het belang vinden wij gewoon. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat iedereen zich aanmeldt bij een sportvereniging. En hopen dat dat kinderen ook echt gaan sporten. Dus niet alleen vandaag, maar ook op langere termijn. Ja. Ik vind het echt geweldig. We hebben al heel veel dingen gedaan. Atletiek, basketbal, korfbal daarnaast, hockey. En nu gaan we volgens mij naar boksen, maar dat weet ik niet zeker. En tot einde Benny Solo was aanwezig om de kinderen te motiveren. Nou, ik vind het heel belangrijk dat de jeugd van Nijmegen en ook de special jeugd van Nijmegen vandaag hier kennis maakt met de diverse sporten. En het is natuurlijk, kijk maar naar mij, naar mijn goddelijke lichaam natuurlijk. Ik sta wel op feesten en partijen, maar door de week sta ik ook gewoon lekker in de sportschool een beetje mijn energie kwijt te kunnen. Hè? Dat is heel belangrijk, sporten. Ja, ik loop een beetje de kantjes ervan af. Dus wees sporten die liggen me niet zo goed, kickboksen en zo, en boksen. Nee, maar het is superleuk om deze jeugd, zeg maar ook van alle scholen, Maartschool, Telita Kumi School, om hier de PI School, om allemaal zeg maar iedereen de gelegenheid te geven. Dat doen ze hier fantastisch hier bij NEC. Dus het is echt een special day. Huh?